الرقية تنقسم إلى قسمين. الرقية zoals we dat kennen, rituele bezwering of methoden die de moslims gebruiken om bepaalde genezing te behalen. رقية شرعية ورقية شركية. Wordt in twee categorieën verdeeld. De wettelijk legitieme, door de islam gelegitimeerde rokia, geneeswijze. En dat is sharia. En de shirkia, dus die polytheïsme bevat, shirk. الرقية لها شروط ثلاثة حتى تكون شرعية. اختل شرط تقول شركية لا شرط. Deze sharia, dus de legitieme die volgens de islam is voorgeschreven, dient aan drie voorwaarden te voldoen. Vervalt één van deze voorwaarden, dan is het niet legitiem en vervalt het in de tweede categorie, namelijk shirk. Naam. الأول أن تكون الرقية من القرآن. الرقية dient te bestaan uit de woorden van Allah, dus de Koran. يقرأ الفاتحة. Hij citeert bijvoorbeeld سورة الفاتحة. أو من السنة. Of vanuit de profetische overleveringen. يعني مثلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Hij zegt bijvoorbeeld ik zoek mijn toevlucht bij Allah Azza wa Jal, of bij de woorden van Allah Azza wa Jal tegen al het kwade wat hij heeft geschapen. وإذا دعا يدعو بأسماء الله وصفاته يقول مثلا يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي لا يمكن أن يبدل الحي هنا بالكلام الهولندي لابد يقول يا الله ثم يدعو باللغة الهولندية لا إشكال. Ja, of Allah Azza wa Jal vragen middels zijn schone namen, zijn eigenschappen. En hij mag deze woorden, deze namen van Allah Azza wa Jal niet vervangen voor een Nederlandse vertaald woord. Dus hij dient echt het woord. De naam van Allah Azza wa Jal te gebruiken. Bijvoorbeeld de eeuwig levende, die dient dat te zeggen ja, ja hayu, ja Allah, ja Allah, Rahman. Maar je mag niet de vertaalde woorden daarvoor gebruiken. Naam, al-shart al-thani. De tweede voorwaarde is an takun ar-ruqya bil-lugha al-arabiyya. Dat de ruqya dient te bestaan uit Arabische woorden. لا يوجد رقية باللغة الهولندية باللغة الأمازيغية باللغة الهندية لا يوجد. In een andere taal mag niet, niet in het Nederlands, niet in een andere taal. أي إنسان. Niet in Berbers. تسمع في الرقية تكلم بغير العربية هذا كاهن ساحر. Iedereen die dus deze rokia uitspreekt in andere woorden dan in Arabische woorden. Daarover is geen twijfel dat het een kwakzalver is. ولا بد ان يتكلم بكلام مسموع لا بد ان نسمع يعني هذا الان صديقي صاحبي شيخ معروف لا يمكن ان يرقي انسان الا ونسمع ما يقول او نقول عنه ساحر. Belangrijk is dat bij ruqya sharia de stem verheven wordt zodat duidelijk verstaanbaar is wat er geroepen wordt of gezegd wordt. Het is onmogelijk dat iemand dus fluistert. Doet hij dat wel? Dan gaan wij vanuit dat het een tovenaar is. ولابد أن نفهم الكلام ماذا يقول. En we dienen te begrijpen wat deze woorden zijn. Dus het moeten begrijpelijke woorden zijn. يعني لا يمكن نقول هكذا. Dus dat gemompel dat accepteren we niet. نقول انتبه. Zeggen wees alert. نريد نفهم ما تقول أو أنت تنادي الشياطين. We willen duidelijk verstaan wat jij zegt. Of het is zo dat jij duivels aanroept. الشرط الثالث. Derde voorwaarde. أن نعتقد أن الرقية سبب. Dat we de overtuiging hebben dat de rokia een aanleiding is of een middel of een oorzaak. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار والله أعلم. En dat het in de handen van Allah Azza wa Jal is om schade af te weren of profijt te verkrijgen.